Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, bracht maandagavond een bezoek aan de PvdA Arnhem. Asscher is kandidaat lijsttrekker van de PvdA en kwam naar Arnhem voor een gesprek met PvdA-leden en belangstellenden. Onze verslaggever Pieter Pluijgers sprak met Asscher. Meneer Asscher, u bent vanavond in Arnhem op een verkiezingsbijeenkomst. Waarin verschilt u van Diederik Samson? Ik denk dat het belangrijkste verschil zit in de manier waarop ik naar de politiek kijk. Ik geloof heel erg in het samen met andere mensen doen. En ik ben waardegedreven politicus. Dus dat betekent dat je aan mij heel goed kan zien wat ik goed vind en wat ik fout vind. Voor mij is politiek meer dan alleen maar managen of de goede beslissingen nemen. Het gaat echt over wat is rechtvaardig in onze samenleving. Er kwamen nogal wat vragen naar voren van de achterban. Dat zullen jullie in de rest van het land ook hebben. Ook proefde ik iets van mensen die terug naar de sociaal-democratische basis van de Partij van de Arbeid willen. U zat in een kabinet met de VVD. U durfde zelf kritisch te zijn. Ja, ik vind het nodig. Ik vind dat als je niet van fouten leert, dan vertrouwen mensen je niet meer. Terwijl we hebben denk ik heel veel goeds gedaan de afgelopen jaren, voor stabiliteit gezorgd. We hebben ook dingen niet goed gedaan. En ik vind juist nu moet je dan terug naar de waarden van de sociaaldemocratie. Verheffing, goed werk, verbinding in de samenleving, maar ook bestaanszekerheid bieden. En dat moeten mensen weer meer zien. De strijdlust die nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wat ik te bieden heb. Ook waren mensen bezorgd over zorgkosten en sociale dingen als pensioensleeftijd. Ja. Er was een man in het publiek die 33 uur achter elkaar doorwerkte. U nam dat serieus? Ja, ik vind als iemand je zo'n verhaal vertelt, dan heb je dat serieus te nemen. Dus ik ga rustig uitzoeken wat er aan de hand is. Maar ik vind werkdruk en werkstress een heel groot probleem. Heel veel mensen hebben daar last van in hun dagelijks leven. Mensen worden daar ziek van. En het punt over de zorg. Ik vind dat we in Nederland solidair moeten zijn. Dat betekent geen eigen bijdrage in de zorg. Niet dat de ene die een goede portemonnee heeft niet hoeft na te denken over een doktersbezoek en de ander daarover moet twijfelen. Volgens mij hoort het voor iedereen toegankelijk te zijn. Dus dan moeten we dat ook waarmaken. Ook werd de concurrentie van de oudere partij 50PLUS, de PVV en DENK benoemd. Ja. Dat nam nu ook serieus. Nou, wat je ziet is dat veel kiezers zich vergeten voelen. Soms zelfs vernederd voelen. En die wil ik stem geven. Het onrecht wat zij ervaren, de zorgen, de bestaanszekerheid die ze missen, daar wil ik hoop in bieden. Wat niet wil zeggen dat als iemand aan het liegen is, Henk Krol die zegt dat ze niet ouder worden, iemand die ook de boel bedonderd heeft, dat je daar nou mensen heel erg mee helpt. Maar ik wil me niet zozeer richten op Henk Krol, ik wil me richten op ouderen die zich vergeten voelen en hun stem geven. Kunt u kernachtig zeggen waarin de Partij van de Arbeid verschilt van de VVD, de PVV en andere partijen? Wat is nou typisch PvdA, waarin verschilt de PvdA van andere partijen? De Partij van de Arbeid zou altijd kiezen voor een oplossing die voor iedereen beter is, in plaats van de een ten koste van de ander. De PVV geeft altijd een zondebok de schuld, Marokkanen, moslims. De VVD wil verkopen dat je in je eentje beter af bent tegen de grote boterbuizenwereld dan als je het samen doet. En DENK wil ons helemaal leren denken in complotten en in groepen tegenover elkaar. De Partij van de Arbeid staat gewoon voor sociale waarden die heel erg goed passen bij Nederland. Voor elkaar opkomen, een beetje naar elkaar omzien en zorgen dat mensen uit hun leven kunnen halen wat erin zit. En niet ten koste van anderen.